Zoals u ziet staat de auto er netjes klaar voor. Ik maak nog even een aflevervideootje, dan wordt het iets makkelijker met uitleggen. Nou, aan deze kant bevinden zich dan de elektrische ramen. Elektrische ramen achter, natuurlijk elektrische ramen voor. De spiegels klappen automatisch in. En als we de spiegels willen verstellen, hebben we dan de linkerspiegel of de rechterspiegel. En dan werkt het gewoon als een joystickje. En op die manier kunnen we hem dan inderdaad instellen. Nou, natuurlijk ook het smeerkaartje hebben we erin gedaan. Ook natuurlijk inderdaad de koplamphoogteinstelling, de dashboardverlichting en het uitschakelen van het start-stopsysteem. Start-stopsysteem kunnen we in principe gewoon altijd aanlaten. Het werkt alleen op het moment dat we echt de goede temperatuur hebben van de auto. Dus de bedrijfstemperatuur moet goed zijn en we mogen niet te veel verbruikers aan hebben staan. Dan pas kan het in werking treden. Dus dat is wel belangrijk om even te weten. Nou, wat betreft de verlichting, even naar voren draaien naar auto, dan doet hij het volledig automatisch, hoeven we er eigenlijk niks aan te doen. Rijden we een tunnel in, gaat hij ook automatisch aan en hij gaat ook automatisch weer uit. Dus dat maakt het gewoon wat makkelijker. Aan de andere kant dan natuurlijk de ruitenwisser. Het is gewoon een kwestie van één keer naar beneden, staat hij op autostand. En die kunnen we dan ook nog regelen met grote druppels of kleine druppels, om het op die manier in te stellen. En natuurlijk het ringetje aan de buitenkant nog voor de ruitenwisser achter, om die dan te regelen. Nou, ook nog een unit natuurlijk om de radio mee te verstellen, hardzacht. Ook natuurlijk het opnemen en afbreken van een telefoongesprek. En de source als we natuurlijk een andere audiobron willen selecteren. Aan deze kant dan natuurlijk ook de knoppen voor de cruise control. Om hem op cruise control te zetten, die zit in de middenconsole. Dan druk ik even naar de linkerkant. En dan gaat de cruise control in werking. Dat is het groene symbooltje hierboven. En op het moment dat we de andere kant op klikken, dan wordt het oranje en dan zien we de begrenzer. En op de begrenzer kan ik het makkelijkst uitleggen hoe ook de cruise control werkt. Want we hebben hier op het, als we hem geselecteerd hebben, dan hebben we hier dus inderdaad de knoppen voor plus min om hem erop te zetten. Nou, druk ik één keer naar boven. Dan staat hier inderdaad begrenzer 30. Hadden we nou 80 gereden, had hij op 80 gestaan. Maar omdat we stilstaan, is dit de minimale, maximale snelheid die we kunnen instellen. En als ik plus ingedrukt houd, kan ik hem dus inderdaad ook per kilometer omhoog brengen. En met cruise control werkt dat eigenlijk dezelfde manier. Nou, hebben we hem ingesteld, willen we hem er even kortstondig vanaf hebben. Ook geen probleem, drukken we even op het nulletje. En dan staat hij dus in het geheugen. En dus dan blijft hij er wel in staan, maar is hij niet geselecteerd. We willen hem weer terug hebben op geheugen. R'tje. En dan staat hij weer terug op de begrenzer. En op die manier kunnen we hem dus inderdaad kortstondig er even vanaf halen en er weer opzetten. Willen we hem natuurlijk helemaal uit hebben, ook geen probleem. Dan drukken we die gewoon in de middenstand. En dan is de begrenzer en de cruise control natuurlijk helemaal volledig eruit. Dus op die manier kunnen we dat dan instellen. Nou, wat betreft de multimedia. Als ik die indruk, dan krijg ik natuurlijk de navigatie. En dan kunnen we natuurlijk inderdaad een route plannen. En op het moment dat we de telefoon willen gebruiken, dan druk ik hier even op de home knop. Even naar menu. En dan gaan we hier naar telefoon. Dan zitten we in de telefoon, de instellingen. En dan gaan we dus een telefoon toevoegen. Bluetooth is nu geselecteerd. Beheer apparaten. En dan zeggen we voeg een apparaat toe. Tegelijkertijd moeten we dan ook even zoeken met de telefoon zelf, zodat die elkaar kunnen vinden. Als we elkaar hebben gevonden, dan geeft hij ook aan dat er een code ingetoetst moet worden. Als we de code om te koppelen selecteren, dan voegt hij het Bluetooth apparaat toe. En dat betekent ook dat hij eenmalig zeg maar, dan gekoppeld is. Is hij eenmaal gekoppeld, kunnen we gewoon met Bluetooth instappen. En dan is hij gewoon gekoppeld en hoeven we er eigenlijk niks meer mee te doen. En kunnen we gewoon een telefoongesprek voeren. Worden we gebeld, kunnen we gewoon opnemen. En of ik afbreken, dat gaat natuurlijk met deze knop hierachter. Of natuurlijk gewoon op het scherm zelf. Want dat kan natuurlijk inderdaad ook. Nou, ik zet hem even nu uit, want we zijn natuurlijk niet aan het zoeken naar Bluetooth. Dus wat dat betreft is dat dan niet nodig. Nou, willen we hem inparkeren, kan ook hè. Dan drukken we deze in. En dan krijgen we te zien inderdaad hoe we hem willen inparkeren. Nou, dan moeten we even de richtingaanwijzer aangeven of dat de linkerkant of de rechterkant van de auto is. En vervolgens de instructies eigenlijk op het scherm volgen.
En dan gaat het wat dat betreft heel makkelijk. Hè. Dus als ik nu inderdaad naar rechts knipper, dan zegt hij ook inderdaad rij vooruit. En dan moeten we vooruit rijden. Dan meet hij eigenlijk met de sensoren meet hij het gat of die erin past. En als hij erin past, dan gaat hij ook gewoon sturen. Dus dat is wel leuk om een keertje te proberen. Eerlijkheidshalve, we hebben natuurlijk gewoon de parkeermogelijkheid met de sensoren rondom de auto en natuurlijk de camera. Dus op zich het inparkeren gaat sowieso wel makkelijker als gemiddeld. Dus de vraag is even of we dit dan inderdaad zullen gaan gebruiken. Maar dit is wat dat betreft wel hoe het werkt. Als hij in de achteruit staat, gaat hij gelijk aan. En dan werkt hij wat dat betreft perfect. Dan hebben we natuurlijk nog de verwarming en ventilatie. Nou, dat is ook heel makkelijk. Die draaien we gewoon op een temperatuur die we prettig vinden. Bijvoorbeeld inderdaad 20 graden. Dan wordt hier ook inderdaad laten zien, de 20 graden. Vervolgens druk ik op auto. En dan gaat hij die klimaatbeheersing gewoon helemaal regelen. Dus de blower gaat vanzelf werken. En waar die moet gaan blazen, dat gaat helemaal automatisch. Hoeven we eigenlijk niks voor te doen. Willen we de airco uitzetten, dan hebben we dus een knopje om de airco uit te zetten. Willen we de voorruit ontwasemen, dan drukken we hier de voorruit in. En willen we de achteruitverwarming aanzetten, dan drukken we die in. Natuurlijk kunnen we het nog allemaal regelen zelf. Maar dan halen we hem wel van de autofunctie af. En dan zal het ook langer duren voordat dan de auto inderdaad op temperatuur is. Dus dit is wel eigenlijk de manier om het te doen. Nou, verder natuurlijk de pook. Werkt ook heel makkelijk. Hij staat nu helemaal terug naar P. Aan de voorkant zit een hendeltje. We halen hem even uit P naar R, naar achteruit. Nou, dan gaat dus gelijk die camera werken. Overigens zien we dat ook hier op het dashboard dat hij in de achteruit staat, hè, in de R. Trekken we hem door naar neutraal, staat hij in zijn vrij. Hele belangrijke stand als we bijvoorbeeld door een wasstraat heen gaan. Want dan moeten die wielen natuurlijk gewoon kunnen rollen. En moet hij niet geblokkeerd staan, wat hij in P wel staat. Hè, want dan staan die wielen geblokkeerd. Dus dat is een belangrijke. En dan trekken we hem door naar beneden. En dan krijgen we de D van drive. En dan werkt hij inderdaad gewoon. Nou, nu staan we iets te dicht op de schuifdeur of op de deur. En dan zien we dus inderdaad de roldeur. En dan zien we dat de parkeersensoren eigenlijk nu al in werking treden. Dus dat gaat ook volledig automatisch. Willen we dan toch nog schakelen, kan ook nog. Dan halen we hem om naar de linkerkant, naar u toe. En dan hebben we plus, min, om dus te kunnen schakelen. En dan kan ik dus inderdaad de eerste versnelling en trek ik hem naar achter, gaan we naar de tweede versnelling. En zo zou je dus inderdaad zelf kunnen schakelen. Maar nogmaals, gewoon in D is het makkelijkste. Dan hoeven we eigenlijk niks te doen, want daar hebben we eigenlijk ook de automaat natuurlijk ook voor. En dat werkt eigenlijk by far het makkelijkst. Ik zet hem even weer terug in P, dat is ook wel handig. Dan is dat wat dat betreft, staat hij weer gewoon geblokkeerd en kan er eigenlijk weinig gebeuren. Nou, ik denk dat ik zo het meeste heb uitgelegd. Zijn er toch nog vragen, hoor ik het natuurlijk heel graag. Laat het dan eventjes weten. Voor nu alvast heel veel fijne, veilige kilometers toegewenst. En tot straks bij de aflevering van de auto.